liedje bleek dus inderdaad dat ik geen contractverlenging kreeg. En toen ineens deden ze ook heel anders tegen me. Ook weer zo'n fabel voorhouden. Ik denk, nou, ik ken dit riedeltje al. Er zal wel iets interns aan de hand zijn wat jullie mij niet vertellen, maar ik hoef het ook allemaal niet te weten. Toen heb ik heel kort zonder werk gezeten, vond ik verschrikkelijk. En op een gegeven moment ben ik toen aangenomen als accountmanager buitendienst voor een plattegrond. Nou, daar kan ik je ook best wel iets over vertellen. Niet nu, doe ik zeker nog een keer. Dat was echt ook schandalig. Volgens mij werd de boel ook helemaal opgelicht. Heb ik het niet lang volgehouden. Uiteindelijk weggegaan. En toen ben ik via een uitzendbureau bij een gemeente teruggekomen als receptioniste. Heel leuk werk. Zeker ruim 2 jaar gedaan. Alleen daar werd ook bezuinigd. En de afdeling of de gemeente moest verhuizen naar een kleiner pand. En in de tussentijd zaten we dan ook in een noodgebouw. En omdat het in het begin zo zittend en staand werk was, werd omdat we moesten verhuizen het meer staand werk. En dat vond ik helemaal niet erg. Maar net toen we verhuisd waren, ging ik gigantisch door mijn enkel. Dat was echt verschrikkelijk. Dat heeft zo'n pijn gedaan. Toen heb ik 2 maanden lang met krukken gelopen. Ik heb toen aan de gemeente meerdere keren, of de manager van die mijn baas was, gevraagd van, joh, kunnen jullie mij geen zittend werk aanbieden? Dat was niet mogelijk. En de huisarts en de fysiotherapeut, waar ik 2 keer per week naartoe ging, die zeiden allebei van, hou er rekening mee dat je hier nog wel een paar maanden mee zoet bent. Ik kon sowieso al een half jaar niet meer hardlopen. Heel frustrerend. Maar ik wilde werken, dus ik besloot op een gegeven moment te stoppen. Ze wilden me wel terug, dat zei de manager ook. Ik wil je heel graag terug, alleen. Dat vond ik ook ontzettend leuk, want het was ook een hele aardige man. En hij was ook goed in zijn werk. Maar ik wilde gaan werken en besloot toen maar weer terug te gaan naar een callcenterwereld. En toen kwam ik bij een bedrijf terecht, omdat ik dan meer kon zitten voor het verkopen van bedrijfsbladen. En ik merkte gewoon dat ik daar weer een beetje in moest komen. Dus ik heb daar een maandje gewerkt, iets langer geloof ik. Leuk bedrijf, netjes, maar het ging me gewoon niet goed af. Ik moest er echt weer inkomen, ik vond het echt niet meer zo leuk. Toen ben ik bij een ander consultant terechtgekomen. Toen kon ik daar ook weer heel snel aan de slag. Nou, wat dat was, dat was echt chaos. Het was echt alsof ik in een inrichting kwam waar alleen maar mensen aan het schreeuwen waren. Rommel en gewoon kindercrash of zoiets. Toch geprobeerd. 1 dag training en dat was goedkoper bellen voor bedrijven. Dus daar kon ik gaan starten. Ik kreeg de eerste dag, of we kregen de eerste dag een training. Die werd niet uitbetaald, want dat was een investering in jezelf. En daar werd dus uitgelegd wat het product inhield, wat je aan welke bedrijven je kon verkopen en dergelijke. Goedkoper bellen. En daar werd expliciet verteld bedrijven die al klant zijn bij bepaalde providers, die kan je ons product niet verkopen. Dus daar kan je geen sales mee doen. Het waren een stuk of 5 of zo. En verder moesten ze ook nog aan andere voorwaarden voldoen, bepaalde aansluiting wel of niet hebben. Nou goed, de hele dag training gehad, een beetje daarna gestart op de werkvloer. Heel druk, heel rommelig, heel chaotisch, heel veel plekken zonder muis, zonder hoorn bij de telefoon, zonder headset, veel schreeuwen, hard praten, pennen gooien, grapjes uithalen met natte spons op de stoel leggen van collega's, radio hard aanzetten, elke keer schreeuwen, kom op, en je moet de sales binnenhalen, en weet ik het allemaal niet. Maar wat mij niet was verteld, dat als je net was begonnen, dat je als beginneling op een beginnerslijst werd gezet. Dus dan kreeg je volgens hen een lijst van bedrijven. Die je allemaal binnen kon halen. Een soort starterslijst, proeflijst. En dan mocht je echt alle bedrijven binnenhalen. Ongeacht welke provider ze hadden, ongeacht welke aansluiting ze hadden. En ik raakte daarvan in verwarring, want het was mij echt heel duidelijk ons uitgelegd dat bepaalde providers of bepaalde bedrijven met bepaalde providers of bepaalde aansluiting dus niet klant konden worden.
Maar zeiden ze, je moet gewoon laten zien dat jij die sales binnen kan halen. Daar gaat het om dat jij die verkoop kan binnenhalen. Dat je aan klanten kan verkopen. Je moet jezelf bewijzen. Nou ja, ik heb al meer dan 20 jaar ervaring hierin. Af en aan. En dan denk ik, ja, ik wil best wel wat bewijzen. Maar en ik heb het idee dat dit niet klopt. En wat dan de truc was eigenlijk, dat je bedrijf ging bellen. En als je dan een gesprek had, dan gingen ze uitleggen wat het precies inhield. En als ze dan zeiden, degene aan de andere kant van de lijn, van nou, ik wil het wel. Dan moest je ook bij alle callcenters, zover ik weet, een voice-log doen, een bandopname. Ter bevestiging van wat je hebt afgesproken met die toekomstige klant. En wat de truc dan eigenlijk was, dat zodra de bandopname, de voice-log, werd gedaan, dan mocht de klant alleen maar ja, ja, ja zeggen. Dus je moest zo sturen het gesprek dat de klant geen vragen meer of bezwaren meer ging stellen tijdens de bandopname. En daar ging ik al een beetje grote twijfels krijgen. Ik begreep zo nog niet zo heel goed waarom dat niet kon. En als je dan een voice-log had gedaan en de klant had tijdens de bandopname gezegd van ja, maar ik wil wel dezelfde constructie die ik nu heb bij mijn huidige provider. Of andere bezwaren aankaart tijdens de voice-log. Dan werd jouw voice-log afgekeurd. En dan moest je hem opnieuw doen. Of je moest de klant weer terugbellen en de hele voice-log opnieuw doen. Want dan had jij die sale niet meer. Nou, ik vond dat echt een beetje onzin. Die voice-log was natuurlijk zo in elkaar gezet dat de klant alleen maar ja, dat klopt en dat is zo en dat ben ik en ik wil dat zo zeggen. Ik ben op een gegeven moment naar de supervisor gelopen. Ik zei, joh, ik snap het niet. Tijdens de training is mij verteld dat we bepaalde klanten niet binnen mogen halen. Of bepaalde prospects, potentiële klanten. Die kunnen wij dit niet verkopen. Nee, dat is helemaal niet erg. Jij moet jezelf bewijzen. Ik zei, ja, maar wat gebeurt er dan? Want worden die mensen dan wel klant of die bedrijven? Nee, die krijgen een brief. Zo tussen neus en lippen werd dat heel snel gezegd. Die krijgen een brief dat het niet voor hun van toepassing is. En hij liep weg. En ik had echt zoiets met twijfels. Ik dacht, nou zou dat dan echt wel zo zijn? Dus ik raakte zo niet gemotiveerd. Ik wilde echt niet meer verkopen aan bedrijven. Buiten het feit dat het ook nog enorme chaos was. Heel onrustig. Had ik er gewoon geen zin meer in. Dus ik haalde ook niet voldoende sales. En wat ze dan ook hebben is een bord. En dan mag je dan op gaan schrijven. Mag je naartoe lopen. Alsof je een beetje een kleuter bent. En tenminste zo ervaarde ik dat. En ik, ja, aan andere collega's kon ik zien dat zij dat heel leuk vonden. Dat het heel motiveert. En dan mag je dan opzetten hoeveel sales je elke keer hebt. Dus als je de 1 hebt, zet je een 1. Als je de 5 hebt, zet je de 5. En ik had echt zoiets idee, ik kan hier niet achter staan. Dus ja, ik haalde geen sales meer. Uiteindelijk was mijn proeftijd voorbij. En ik had op een zaterdag een mailtje gekregen dat ze me niet meer wilden. Ik had het niet nagekeken, dus ik was maandag gewoon gaan werken. En helemaal geen erg. Dus dat ik eigenlijk niet meer mijn proeftijd... Of dat ik niet meer naar mijn proeftijd terug hoefde te komen. Ik kwam daar, kon niet meer inloggen. Ik kreeg een gesprek met de supervisor. En hij zei, ja, je hebt niet voldoende sales. Ik zei, nee, oké. Hij zei, weet je wat je moet doen? Hij zegt, als jij meer ervaring hebt, dan mag je altijd weer terugkomen. Ik denk, sorry hoor. Ik heb het niet tegen hem gezegd. Ik denk, hij bedoelt het goed en hij is blij dat hij een baan heeft. Maar ik heb hier al ervaring mee toen jij nog in je luier zat. En ik ben niet van plan om mensen... Ja, ik vind het misleiden. Ik kan het verkeerd hebben. Maar op zo'n manier bedrijven of particulieren iets aansmeren, dat is niet mijn manier van doen. Dus ik heb hem laten kletsen en ik ben gewoon weer verder gaan zoeken. Ook weer bij andere callcenters terechtgekomen. Omdat het gewoon heel makkelijk is om aan baan te komen. En ik vind het gewoon niet fijn om een uitkering te hebben. En uiteindelijk ook weer bij een ander bedrijf terechtgekomen. Dat is op zich wel goed. Verkoop, ook business to business. En dan aan een ICT, voor een ICT-bedrijf bellen. Daar werd wel ontzettend hard gepraat altijd. Vooral als ik gesprekken had met klanten, dat ik dacht van ja, nou, die klanten die zullen ook wel denken van wat is hier aan de hand. Merkte het ook aan de gesprekken die ik voerde. Ik haalde wel goede sales. Maar die werden op de een of andere manier allemaal afgekeurd, heel vreemd. Dan belde ik voor een bepaald ICT-product. En dan had ik het gesprek en dan zei de directeur, ja, Helene, doorzetten, doorzetten. Dat is leuk dat ze zo er dicht bovenop zitten.
Maar dan zei degene van het bedrijf van, ja, we hebben gewoon geen budget ervoor. En mijn directeur had toen gezegd, tenminste de directeur had gezegd van, als ze geen geld hebben, dan moet je ze maar laten varen. Dan is het niet interessant voor ons. Dus terwijl ik in het gesprek zat, zei die directeur, ja, je moet hem binnenhalen. Ik zei, ja, maar hij heeft geen budget. Toch doen, terugbellen. Had ik gedaan, binnengehaald. En twee uur later, of drie uur later, directeur luistert het gesprek nog even na. En zegt hij, nee, gaat toch niks worden. Nee, want hij heeft geen budget. Dus nee, dat kan niet, daar gaan we niet naartoe. Ik zeg, ja, maar jij zegt net tegen mij dat ik hem binnen moet halen. Ik heb al gezegd dat hij geen budget heeft. Dus dat soort dingen gebeurde elke keer. Dus op een gegeven moment ook niet voldoende sales gehaald. Meer dan de helft van de collega's waren regelmatig gestoond. Oké. Maar maakt het niet uit. Er zijn ook collega's die stiekem drinken tijdens werktijden. Dat vind ik persoonlijk wel erger. En toen mijn bedrijf gekomen en die bood aan. Dat had met energie te maken. Ik wilde niet te veel over uitweiden. Ik kreeg al de eerste dag het idee dat er iets niet klopte. Want toen ik op de werkvloer moest starten, hele korte training gehad. De eerste dag waren de collega's in opstand. En niet zo weinig ook, behoorlijk in opstand. Want ze hadden of helemaal hun loon niet uitgekeerd gekregen of een deel ervan niet. Dus ik dacht, oh mijn god, dit gaat wel goed. Had ook wel een beetje mijn twijfels bij de directeur. En daar werd ook uiteindelijk energie verkocht. Dat werd niet met zoveel woorden verteld. En daar werd dus in gezegd dat het allemaal vrijblijvend was. En dat ze nergens aan vast zaten, de klanten, de bedrijven. En ik had er zo mijn vroegingen over. Ik ben toen op internet gaan kijken, naar telefoonnummer, naar eigenaar. En dan regende het klachten. Er werd zelfs door mensen beweerd dat het een misleiding was. En toen dacht ik van, nou, ik weet niet. Nou, ik weet wel dat ik daar niet aan mee wil werken. Ik weet niet hoe lang je dit al volhoudt. Zoeken naar andere werk. En dan heb je ook nog van die leuke collega's, maar niet heus. Die dan zeggen van, ja, hoe komt het dat jij je sales niet binnenhaalt en je bent te lief, zeggen ze dan. En dan denk ik, nou, volgens mij spoor jij niet helemaal. Je moet er meer door de strot duwen en je moet volhouden. Maar ja, ik wilde dat op een gegeven moment helemaal niet meer. Omdat ik wist, omdat ik had gelezen op internet hoe dat in elkaar stak. En dat er meerdere, dat de eigenaar of directeur meerdere callcenters had, meerdere dit soort vergelijkbare bedrijven op andere adressen had gehad, alweer had en andere constructie, maar op dezelfde manier weer doorging op dezelfde voet. En dan zei ze ook tegen me van, je moet een kring zijn. Ik zei, ja, sorry, maar ik ben geen kring. Maar ik ging haar dat ook helemaal niet uitleggen waarom ik daar niet aan mee wilde werken, waarom ik niet mijn best wilde doen. En dan denk ik, ja, weet je, sorry hoor, maar of je bent gewoon oliedom, of onwetend, of je bent net zo achterbaks, maar of alle drie, maar ik ben zo niet. En ga mij niet vertellen dat ik iets bij iemand door zijn strot moet duwen, of dat ik dit moet doen, of dat ik meer een kring moet zijn, want ik ben het niet met jou eens. Ik heb geen zin om met jou in discussie te gaan. En kijk eerst eens goed naar jezelf. Sorry hoor. Gestopt bij het bedrijf omdat ik vroegingen kreeg, gewetensbezwaren. Ik denk, ja, ik kan hier niet aan meewerken, ik kan het niet bewijzen. Maar op internet zag ik al zoveel klachten en boze reacties dat ik dacht van, nee, hier word ik niet beter van. Ik wil werken voor een werkgever die het goed voor heeft met zijn werknemers. Die gewoon recht toe recht aan is over loon en salaris. En ik wil niet meewerken om alleen maar de zakken te vullen van de eigenaren, directeuren. En werknemers, klanten zijn gewoon belangrijk. En als een bedrijf die instelling niet heeft, dan staat me dat heel erg tegen. Wilde ik ook nog vertellen over de voice logs. Verder bij dit bedrijf. De opnames, die klopt wel met het verhaal wat eerder was verteld, maar er zat wel een adder onder het gras.
En ik zie wel klachten. Ik zag dus heel veel klachten bij andere sites over dit bedrijf of deze directeur. En ik snap niet dat mensen niet meer met elkaar samenwerken tegen dit soort bedrijven. Want samen zijn je veel sterker. En kijk veel meer op internet en ga er tegen in, want dit kan gewoon niet. En ja, wat ik al eerder aangaf, dit soort directeuren of eigenaren gaan gewoon weer op dezelfde voet verder. Op een andere manier, op een ander adres, met een andere naam. Net een iets andere constructie, net een beetje een ander verhaal. Ja, kijk het goed na. Ook voor degene die niet voor dit soort bedrijven willen werken. Zoek goed op internet, wat ik al aangaf, naar namen, bedrijfsnamen. Desnoods collega's, telefoonnummers. Of jij hier wel voor wilt werken. Dus gestopt zonder werk te komen zitten. Daarom ben ik ook dit begonnen om hard te luchten. Om te kijken of jullie daar ook mee te maken hebben. En waar jullie tegenaan lopen. Of jullie tips hebben. Natuurlijk zijn ze niet allemaal slecht. Er zijn ook hele goede callcenters. Laat ik dat voorop stellen. Die wel professioneel zijn. Die wel weten waar ze mee bezig zijn. En ja, verder nog andere tips. Ook trouwens voor degene die call agent zijn. 9 van de 10 keer heb je een flexibel contract. Daar heb je 3 soorten van. Ik ben er niet helemaal in thuis. Vaak betekent dat je een 0-uren contract hebt. En het kan namelijk zijn dat je wel hebt aangegeven op welke dagen je wilt werken. Maar is het zo dat de werkgever jou geen werk kan bieden omdat er bijvoorbeeld een IT-storing is, dat ze geen internet hebben of iets dergelijks. Ik wist het niet, maar ik werd op de hoogte gebracht door een collega. Dan heb je recht op een aantal uren of een volledig aantal uren uitbetaald te worden. Dus hou het goed in de gaten. Nou, dat is even in het kort mijn verhaal over callcenters. Mocht je zelf opmerkingen hebben, adviezen of ben je het helemaal niet met me eens, lees het graag hieronder ergens, geloof ik. En nou, veel plezier. Tot de volgende keer. Dan ga ik ook andere onderwerpen aan de kaak stellen of bespreken. En ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt. Tot de volgende keer.